Hey, leuk dat je kijkt. Ik ben Grace en in deze video gaan we zelf zeepjes maken met droogbloemen. Als je me al wat langer kent, dan weet je dat ik heel erg gelukkig word om dingetjes te maken. En nou kreeg ik het boek Smuk van Wimke Tolsma. En ik hoop dat ik het goed uitspreek, want het is een Fries woord en ik ben geen Fries. Maar smuk betekent dus zoiets als gezellig en knus. En Wimke heeft hierin 60 hele leuke doetjes zelfs verzameld die je gemakkelijk kan maken met ingrediënten. Ja, die je vaak gewoon thuis hebt rondslingeren. En een van deze doetjes zelfs is het maken van zeep. En nou is het vandaag echt een hele erg stormachtige dag. Dus ik dacht, ja, laten we dat nou doen. Want toevallig heb ik alle ingrediënten in huis. Voor deze doetjes zelf heb je nodig smeltzeep, een siliconenmal, gedroogde bloemen, wat geurolie en eventueel ook wat kleurstoffen. Mocht je hier nou nieuw zijn op dit kanaal, deel ik hele leuke zelfmakers, veel wooninspiratie en ook klustutorials. Dus mocht je daar nou fan van zijn, druk dan zeker eventjes op die rode knop en abonneer. Als eerste snijden we de smeltzeep in kleine stukjes en dit gaan we au ben Marie smelten in een pannetje. Ondertussen pak ik de droogbloemen erbij en knip ik eigenlijk de bloem van de steel. Mijn zoontje zorgt ondertussen voor wat rozenblaadjes die ik ook in een zeepje kan doen. Nu de zeep helemaal gesmolten is, voer ik een paar druppels geurolie eraan toe en ook nog wat kleur. Ik heb nog een beetje goud liggen om in de zeep te doen, dus dat doe ik. Vervolgens schieten we de gesmolten zeep rustig in de mal en laten we het minimaal 1 uur afkoelen. Het boek van Wimke heeft me dus voor deze doe-het-jezelf geïnspireerd, maar ik geef er natuurlijk ook mijn eigen draai aan. Zo doet zij de gedroogde bloemen al in het mengsel, helemaal fijn gemaakt. En ik vond het juist leuk om de bloemen heel in de mal te doen, zodat je echt straks uitstekende bloemetjes hebt in je zeep. Ik had nu niet genoeg voor al mijn mallen, dus ik ga nog een keer wat zeep smelten en dit keer hou ik het doorzichtig. Vervolgens giet ik het voorzichtig in de mal, maar ook weer niet te traag, want dan hardt de zeep direct uit. Want hoe dunner, hoe sneller het weer hard wordt. Nou, ondertussen zijn de zeepjes uitgehard en ik vind het resultaat echt superleuk. Wacht, ik laat het jullie zien. Deze bijvoorbeeld, kijk hoe gaaf. Hier zitten allerlei verschillende blaadjes in. En deze is ook heel erg leuk geworden met die uitstekende bloemen en dat goud. En dit zijn natuurlijk ook superleuke cadeautjes om te geven. Je wilt ze bijna niet eens gebruiken omdat ze zo leuk zijn. En dan zo van op te hangen. Ik hoop dat ik jullie weer heb kunnen inspireren om zelf aan de slag te gaan. En dit keer dus om zelf zeepjes te maken. En word je nou net als mij heel erg blij van eenvoudige doe-het-jezelf projecten? Ik geef 2 keer het boek weg van Wimke Tolsma. Wil je die nou winnen? Laat dan eventjes in een reactie hieronder weten wat jij nou echt smuk vindt. Dus gezellig en knus. En ja, waar jij dus eigenlijk gelukkig van wordt. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie antwoorden. En wie weet komt er dan binnenkort dit boek jouw kant op. En dan zie ik jullie sowieso de volgende keer weer. Doei!